Maar ja, september moet je nog één poort. Nee, dat is Micha, maar niet, dat is Lefko. Hoe wil daar op de scooter zien? Links.
Maar we moeten met de echte Groningen shirt nog, hè? Hoe bekend? Geleden, hè? Ja. Hey Maurice! Live fan! En dan rij je allemaal auto's achter je. Lopen is versterkt. Lopen is versterkt. Ja, ik ken hem nog van vroeger. Lange auto's? Nee? Oké. Ja, gelukkig niet meer. En die spelletjes gaan nu uit. Ik moet gewoon gaan op je telefoon. Als ik hem uitzet, weet je mijn code. Ah, shit. Heb je een beetje, man? U staat in beeld. Hallo. Wij hebben nog niet de pil. Hallo! 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 Ik ben Leijmer van Amsterdam. Hij is goed, je hoort ook leer.
Sushi! Is. Lust je dat wel? Ja? Goed, ja. Jongens, het is eigenlijk de bedoeling dat wij door die, die weggetje gaan die door die kamp gaat, maar dat is er niet meer. Jammer, hè? Dat is jammer. Of we moeten door heel Bossen willen. Nee, die weg is weg. Dus die weg is weg. Op eens op. Maar wij hebben hier platte grond van de Lofoto, denk ik. Ja. En ik denk dat we gaan beginnen, maar je moet wel even opletten in dit fietspad, hè? Denk ik. Ja, er komen ook fietsers langs, dus die moet je even bijhouden van de vernieuwing. Ja, nou, ik zeg van dat wij doen staat in groepjes, maar we doen het eigenlijk niet. Dat is veel makkelijker. Oké. Nou, wij zouden eerst allemaal in groepjes verdelen, maar anders krijgen we verschillende verhalen. Omdat de beleving van iemand anders is dan van mij. Dus nou doen wij in een grote groep en dan komen we een beetje dichter naar elkaar, als je niet horen kan. Want anders kun je niet voor ons niet te doen. Nee. Want als jullie ook vragen hebben, dan kun je altijd aan Max of Jonathan vragen hoe wat is. Of ja, het is En waarom oriëntatie? Als je het nou doet en je kijkt aan de mannen, dan vraag je een blaadje van de ene kan je nog dus zien waarover ze hebben. Ja, dat is groot. Maar vraag je nu maar en dan kan je kijken. Ja, voor dat het in nood rookt. Wat doen we dan? Oh, het is lekker warm. Boom, bitch, get out the way. Daar woon jij. Daar woon ik ook even. Ja, daar woon ik. Ik ben niet. 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 Ik
Voor degene die lang moet in de rooster, hè, dan zijn ze wat korter. Ja. Jullie die jongens ook allemaal even uitbreiden? Hier wel. Ja. Oh, kan ook gewoon zo toch? En dan gewoon zo staan, ja? Zo, zo. Zo op een rij, ja, met z'n allen. Want het past niet daar. Ga je panorama? Ja, gewoon zo, ja, op een rij. Oké. Dan kan het hier staan, toch? Hier. Ja, ik denk dat het zo beter is, hoor. Zo, op een rij. Ja. Is beter. Ja. Zo is het mooi, toch? Van zo, zo deze. Ja, even dichterbij. Ja. Dichterbij. Dichterbij, toch? Een beetje meer naar elkaar. We hebben hier opstaan. Die zet die dan op. Niet daar allemaal aan het gebellen. Nee. Blijf. Ja,
Wilt u dat even vertellen op de camera? Nee, wat er gebeurd is? Dat is verjaard. Oh, dat is verjaard, maar dat kunnen we nu vertellen. Ja, oh, wat was er ja. gebeurd met de heide? Helemaal in de fik. Vanaf waar tot waar ongeveer? Vanaf hier totdat je zo ver kan zien. Oké, okay. En wat is uw naam ook alweer? Ais Matita. Oh. Bermain di situ cari apa aku nggak tahu. Ini kalau pergi di belakang sana jalan orang itu ada bur-burnya jalanan tuh. Terus ke jalan di situ pergi ke tempat orang itu ada kerja. Ada perlu. Dari dong dari kentang. Di situ orang pulang dari sekolah. Ya kalau di kan berop untuk auto help. En dan komen de moeders, die komen later met ranta, eten brengen, dus van het kamp. Zo naar de boerderij daar, achteren. En dan, dan gaan we even lekker eten en zo. Dus. En zo doen we elke dag bijna. Dus aardappelen hoeven we niet te kopen, die kunnen we zo gratis meenemen. Aardappels, turf, voor de kachels en zo, kunnen we ook gratis krijgen. Ja, we hoeven niks te kopen bijna. Je kunt zo meenemen. En dat is het mooiste wat in het kamp is. Dus iedereen, zo voorzien. Ja. En dat is het mooiste. Ja. Dus als ze mij vragen weer om terug naar het kamp, dan ga ik wel terug. Ja, mooi. Ja. Hier heb je vrijheid. Wanneer zie je een politie hier? Ooit. En daarachter hebben ze allemaal kippen. Ja. Dan weet je elke morgen, oh ja, je hebt eieren en zo, geiten. En dan, dit is wat, hier was iets goed. Ja. Daar heb ik een kamp, jammer dat de kamp al weg is. Er staan allemaal bomen. Cirkel! Dat is dus voor de volle kaart zo. Allemaal veel succes! Nummer 7. 7. Nummer 7. 7. 49. 60. 47. 10. 34. 89. 40. 56. 37. 87. 18. 76. 27. 54. 1. 13. Bingo! Ja, ik ben er.
dan nog voor een rijtje. Ja. Maakt niet uit bij welk rijtje. Bomen of... Net op twee rijtjes vol, hoor ik hier. Oké, twee rijtjes vol, dan mag je inroepen. Daarna gaan we voor de volle kaart. Oké, dan komt die. 68. 83. 32. 46. 63. 12. 45. 79. 14. 17. 20. 86. 16. Nummer 3. 49. 69. Sorry, joh, 67. Love, hè? 67. Ja, 67 moet zijn. Ja? 70. 5. 88. 48. 30. 62. 43. 38. 21. Bijna. 39. 50. 28. Bingo! 50 bingo. Ja, Houd het, bingo! Houd het,
Oh, licht. Ja, maar dan moet je. Ik heb geen zak op. 14 was ook 30. Er zijn twee goede bingo's. Twee goede bingo's. Ja, twee goede bingo's tossen. Dan gaan we even tossen. Hij met Hij met Weet ik niet. Iedere pakje koffie. Nee, iedere pakje koffie. Maar het bleek dat bij Asmodita en zo, bij hun kippenrein, kuiken zijn geboren met drie poten. Ze moeten onder uit worden gemaakt. De hele veld was vol met amorezen. Dat was een heel goede. De bussen was kapot gegooid. En, ja, maar dat zit, ja, je ziet dat soms voordelen. Wow. En wat heb je ook verteld van dat wij ook met die vrijgezellen meegaan om kippen te stelen en maïs te jagen of bij een boom appels weg te jagen. Dat was ons leven toen. We hebben niks anders. En, maar ja, ik als ik weer terug naar kijk, dan is het verdrietig ook. Als ik zie dat. Ja, die ouderen er niet meer zijn. De ouderen die ik heel goed heb gekend. En dat doet me ook een beetje verdrietig. En ja, ik hoop dat wat wij hier als de groep NNO hebben proberen te bereiken, dat dat ook wordt overgenomen door jullie, dat jullie dat verder kunnen gaan. Weet je, wij leven nu ook al in de tijd van. Jullie spreken meestal Nederlands. De meesten spreken allemaal Nederlands. Ons taal gaat verloren, echt waar. En voor mij is dat het geweest. Een volk zonder een taal is geen volk meer. Dat zijn we net gesproken. Die andere mensen, die dus gewoon Nederlander zijn. En dan moet je nog op je borst slaan, ik ben moeder. Waar? Die taal. En dat vind ik jammer. Er zijn zoveel dingen, ook in de wijk leven. En wij moeten dat kunnen veranderen. Ik weet het, als het zo doorgaat, dan geef ik nog een paar jaartjes en dan is de tijd afgelopen. Want als ik zie wat de woning is, zeg maar, één woont daar, met vier slaapkamers, één woont daar. Stel dat er wat gebeurt. Wij hebben nog niks meer te zeggen hoor. Als er nog huizen leeg zijn, en ik begrijp ook wel, dan willen die wijk houden. Of een asielzoeker erin, dan gooi je die jongens in die namen kapot. En zo werkt dat niet meer. Als wij dat willen behouden, moeten wij zelf wat aan doen. En zoals Daniel, doe je terug naar de. Nee, goed zo Daniel. ik heb nog wel veel meer vertellen, maar dat doe ik niet meer. Ik hoop dat. Misschien dat Johan de Wacht nog wat vertellen. Nou, kom maar. Nee. Een van die kleine woordjes dat de Wacht doen. Nieuwe aanleggen op dat verhaal dat ik hoor van de jongens was. Stout dat? Maar misschien weten jullie niet, maar van Stout dat? Die heeft een rechtje aan Matsumui. Dat zijn maar zo. Je kan niet naar de water worden, maar ze moet je aan het samen. Dat zijn mensen, jongen, dat moet je doen. Ik geloof Max en Eka. Ik was zo opgepakt omdat ik hand ben weggelopen. Dat ik daar. Je drukt in de gevaar. Dat ik het niet vertellen, maar. Ik doe het altijd voor mijn bank als ik zie. Jorin was ook wat geslagen door de politie. En ik weet hoe Jorin is. Kan ik niet aannemen. Ik heb een plan. Ik ben naar de politie gegaan. En hij stond ik geen merk op zijn bank. Nee, nee, nee. Klaar. Toen zijn jullie toch direct twee in de gevangenis gedaan? Nee. Hoe kan dat? Dat was, hè? Ja, je bent later opgepakt. Dat is. Dat kan niet bij jongen.
Dan hoor ik niet van jongen dat ik naar mijn examen te maken ben. Eerlijk gezegd. Dat is wel een mooi verhaal. Zie je nog? Maar er zijn ook nog andere begeleiders die van plan waren om vanmiddag of vanochtend hun verhaal en hun beleving in het kamp. Dan kijk ik even naar rechts. Is het Tina of Noes? Tina is goed. Wat is dat? Ja, ik heb een Roetman. Een rijver. Ik kan zeggen, even later komen. 1960. En daaraan kwamen als één familie en een grote reis. Echt een toeristaal. En bij ons. En de, kwamen de draad, dan waren alleen de vrouwen thuis. En ja, die waren ook geschrokken natuurlijk, als ik dat die ons zag. En onder begeleiding van twee politiemensen van de harde eenheid, wat nou kan je vergelijken met de mobiele eenheid. En die politiemensen, ja, er zat, die zaten voor in de bus, met mijn vader eigenlijk middenin. Dus we werden eigenlijk als een soort terroristen behandeld. En we kwamen daar en ja, ik zag opeens de tante-tantes, de oma Tien ook allemaal ja, heen en weer lopen om eigenlijk, want we hebben niet gegeten. We hebben eigenlijk door, we kwamen van kamp Pieterberg, dat is in een plaatsje Westerbork. We moesten weg en dat is namelijk zo van, dat is een verhuizing, een gedwongen verhuizing. Want toen is morgens vroeg, heeft mijn moeder mij nog wakker gemaakt. Dus van ons nieuws, commissaire de Loer, een item. Ja, item, dat betekent ja, allemaal politiemensen met honden, met karabijnen. En ja, toen werd iedereen per gezin in één zo'n grote bus. Wij kwamen naar Oosterwolde, de andere gezinnen die worden elders naar, naar Nederland gebracht. Dat was eigenlijk voor ons een hele andere, eigenlijk, ja, hele andere ontmoeting eigenlijk. Want wij hebben in Ibenheer, hebben wij eigenlijk om een tijdje, zaten wij zonder stroom. Elektriciteit, we werden afgesloten van elektriciteit. Ik heb mijn huiswerk nog onder het licht van een stormlamp moeten maken. En we hadden geen licht en ook een tijdje zonder water. Nou, water is zo, er is een centrale badkamer. Daar konden we nog water halen en de buren konden nog water halen. We hadden niks. Televisie, daar gingen we kijken. Als we televisie kijken, dan gingen we naar familie Rikomahu. Naar Bunyo en Usaachi. En bij kinderprogramma woensdagmiddag gaan we meestal naar de familie De Vreters. Die woont tegenover ons. En dat was... ja, dat was ook een goede uitkomst voor ons. Ja, dat is die ervaring dat wij nou meegemaakt hebben. Van heel anders dan eigenlijk de anderen die eigenlijk... ik denk dat iedereen het op zijn eigen manier beleefd heeft. En, ja, mijn vader, mijn ouders, die hebben altijd gestreden voor... ja, jullie hebben ons hier gebracht, jullie zullen voor ons zorgen. En ja, dat kon op het laatste, ziet mijn vader ook, dat ja, de kinderen, die lijden eronder. Dus toen is die ook gaan werken. Ook, ja, ik herinner me zijn eerste dag dat hij naar werk ging. Hij had een wekker gekocht. Een metalen wekker. En, hij had eerst geprobeerd of dat rinkelt. Ja, dat rinkelt. En toen was het zo van, ging hij slapen. Hij wilde niet te laat wakker worden.
heeft hij de wekker boven zijn bed opgehangen. En toen begon dat ding 's morgens vroeg te rinkelen, maar je hoort allemaal rrrta. En dan hoor ik mijn vader nog schreeuwen van, God, zie mijne. En de wekker is bovenop zijn hoofd gevallen. En toen was hij klaar wakker. Dus hij kwam eigenlijk op tijd op zijn werk. Maar wat ik ook kwijt wil is namelijk zo van, laten wij eigenlijk als jongeren gewoon zo doorgaan. Want zoals wij nou bezig zijn. Want ik heb namelijk gemerkt, ik heb mijn vader die is eigenlijk, zich eigenlijk niet lang daarna zich ingeschreven als Majelis Gereja. Hij is ook Majelis Gereja geworden. Hij is Majelis Gereja van de Gien tot en met hier aan toe in Oosterwolde is hij nog Majelis Gereja van Gien en later van de GMPRMS. En het is mij eigenlijk bedroevend wat ik eigenlijk toen ik opmerkte dat er de Gien heeft een boek uitgebracht. Zo'n dik boek, dat is een, zo'n jubileumboek. Daar staan alle namen van alle kerken in. Alle namen van de dominissen, alle namen van de Majelis Gereja. Er is één naam. En dat is de naam van mijn vader. Van onze vader. Dat staat er niet in. Ik heb overal gezocht. Waarom toch? Dat is... Daarom zeg ik van nou, laten we daar eigenlijk dat achterwege houden. En niet meer terug gaan en gewoon doorgaan en gewoon vooruit. En ik ben ook dankbaar dat ik gevraagd werd om mijn bijdrage te leveren. En ook van mijn oudste zus. Ik hoop dat ik er goed aan gedaan heb. En dat wou ik eigenlijk vertellen, want ja, de rest hebben jullie van Max gehoord. Want wij hebben niet het begin meegemaakt. We hebben eigenlijk van de 61 meegemaakt, van de kamp. En ja, dat was het. Ik wil toch even vragen, we hebben altijd over de jongens en dit en dat. Dan wil ik toch Joke even vragen, een klein verhaaltje te vertellen hoe de meisjes toen in het kamp waren. Want dat hebben wij dus niet meer gekregen. Joke toch? Joke, kom. Joke. Joke of Sil? Sil? Joke. Wil je ook wat zeggen? Hallo, kom op. Allebei maar, allebei. Eén voor één. Octa mag ook hoor, Octa. Joke. Vertel maar, alles is te kort, maar vertel maar. Sorry jongens, maar ik ben niet gewend om met dit te doen. Hè? Maar als ik het niet goed doe, dan zeggen jullie het maar. Ja, nou, zoals ik al heb gezegd, van, in het kamp is het allemaal, het is allemaal de mannen die het regelen. Maar zij kunnen niet zonder de vrouwen. Hè? De vrouwen is altijd... De vrouwen zijn er altijd om hun te helpen. En als de mannen soms niet weten wat ze moeten, hollen ze direct naar mijn vrouwen toe en zeggen van, hé, moest ik niet bij mannen? Weet je, zo waren ze bezig. Ja, dus dat is toch... Nou, ik hoor nou... jij stil. Dus... Dat weet ik niet. Ja. Dus, nou, ik wil alleen maar zeggen, want sorry hoor, want daarom luister ik muziek met Melayu, maar de tijd gaat door, hè. En om ons dan verstaanbaar te maken, dan moest die om het in Blanda, en dan weten we ook wel wat we weten hoe we onze uitdrukking en wat wij bedoelen, want anders worden wij niet begrepen. Dus maar ik wil alleen maar zeggen van Akutjuma, ik vind het jammer dat Akupunya vriendinnen zoals Babs en Monica dus ze hadden lagi en dat vind ik jammer, want dan hebben wij het gevoel van de vrouwen, de jongens worden, er worden toen wel steeds meer jongens geboren. Dus de vrouwen gaan steeds
worden steeds minder. Dus bij deze telaku punya perasaan. Kijk, wij praten wel over de opvoeding, hè? Maar ketom mesti opvoeden, ketom mesti bilang voor ketom punya anak-anak, voor cucu-cucu. Wij wonen hier in een vreemd land, hè? En de bedoeling is dat toch het Indonesië tadi kemorang, ya, tadi ketora. Dus wat dat betreft, ketora mesti met z'n allen, kalau ada apa-apa, kalau ada moeilijkheden, ketora bisa tanya itu punya bangsa sendiri van bilang, nou, bisa tolong aku, dit en dat. We hoeven niet steeds naar de Belanders, hoor. We hoeven niet steeds naar instanties toe. Eerst bij ons oplossen en dan pas kunnen wij daar naar hen toe en dan pas kunnen we uitleggen van wat wij willen. He, maar niet altijd, want er wordt altijd maar van nou jullie dit, jullie dat. En dat is dan jammer, dat we toch accepteren elkaar. Dus en dan komen wij ook niet vooruit eigenlijk met onze topje bankse dan. He. Want daar is bilang, wat de Molukkers, die hoor je niet meer. Ketong kalau apa-apa zijn altijd Surinamers, zijn altijd Marokkanen, zijn altijd Turken. Maar Molukkers niet. En dat vind ik dan jammer. Dus ja. Dus maar ik weet niet, hier ada vrouwen. Die daar wat willen zeggen, wat ze allemaal beleefd hebben, meer beleefd hebben dan mij. Want ik, Anna, jij weet heel wat verhalen. Anna! Ja! Kom maar. Nou, wij als vrouw zijn, moeten ook zeg van wij, hier staan wij. Niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen. Ja? Oké, dank je. Dank je wel, hè, dat ik voel me zeer vereerd om hier te gaan staan. Oh, mooi hoor, Anna. Mooi. Ik heb wel één verhaal van Max. Waar is Max? Max, kun je nog herinneren? Ik herinner, je kent Henny Schenkhuizen, toch? Oh god. Ja, maar het is een heel leuk verhaal hoor. Ik was nog een klein meisje. Ik wist niet eens wat verkering inhoudt. Hij was... Parkeren. Dat bedoel ik wel, parkeren. Maar de vader van Meitie, Schenkhuizen, was heel erg streng. Toen op een gegeven moment hoorde ik iemand huilen. Ik liep daar, ik moest mijn zusjes bij elkaar scharrelen. En wat zag ik? Ik zag oom Henk Schenkhuizen met de matten kloppen, rennen en Meitie voorop. En oom Henk zei tegen Meitie, symbolie toenanger, dinger, Max! Maar niet om jou... Nee, dat is niet. Het is leuk. Ga door Anna, het is leuk. Ja, maar Max, maar Meitie die zei tegen de vader van... Aku sing ada tunangan dengan, itu Max de Kok. Ik heb helemaal geen verkering met hem. Toen vroeg ik aan iemand, verkering toch arti apa? Verkering. Toen zei die andere persoon tegen mij, itu kussen. Dat weet ik niet meer. Sorry. Maar ik mag het niet zeggen. Dat was een stukje hoor. Dat was een stukje. En ik ga ik nooit terug naar het verhaal van... toen was ik een jaar of... even. Tien jaar. Zat ik bij meester Patinama in de klas. Wij moesten altijd om 1:30 op school wezen. Maar Maria Latopella,
En Mimi, die is er niet meer, en ik moesten op tijd op school wezen. Maar we gingen sloten springen. En toen zei Maria tegen mij van, Analeka, ini jam berapa? Toen zei ik tegen Maria, aku tos in taks, ga dan lonceng. Kuita apa? Kalau toen sampai di sekolah, kus, kalau meester Patinama tanya, kemarin dari mana? Kuita mesti bilang, kuita mesti bilang, kuita orang dari rumah, eh, dat tompu mama punya rumah. Oke. Sampai di sekolah, meester Patinama berdiri, met zo'n lange linia, aku pas dipukul ya. Ingatan nih, Maria bilang, terus aku bilang, sudah, meester bilang gini, ini dorang tiga, kamu tiga-tiga ini dari mana? Aku mulai menangis, aku diam. Terus meester bilang, anak, cuma nyau dulu. Meester, kita orang bermain di bot. Maria bilang, aku tuh bilang tadi, semua bilang. Pas zijn dingen die ik nog kan herinneren uit mijn kindertijd in het kamp. Maar ik heb heel fijn gewoond in het kamp. Heel fijn. Vooral de ouders. Die waren heel erg eens met elkaar. Alles wat er gedaan moet worden, komen ze altijd bij elkaar. En je hoort zelden dat ze kwaad zijn op elkaar. En Kalolijn Piggy die lijn. Ga ik over in Maleis, als jullie het erg vinden. In de Ketompombasa, ja, Bumax? Ja? Oké. Semua altijd dengan hormat. En kalau susala, dorang minta maaf voor mekaar. Zo moeten wij ook leren, leven en met mekaar omgaan. Hier in de wijk, maar ook buiten de wijk. Dat vind ik heel belangrijk. Of je nou ver woont of hier woont. Kalau lain ketemu lain, kalau bisa. Hierdoor kan je saudara lain, je sayang lain. Dat wil ik eigenlijk aan de derde, vierde en de nakomelingen allemaal meegeven. Maar dat is heel belangrijk in ons leven. Kalau satu dengar, satu ada susah. Semua mesti pergi lain tolong lain. Dus kalau bisa, als ik wat verkeerd gezegd heb, dan bij deze, aku minta maaf ya. Maar terima kasih dat ik hier mag staan. Ik vind het hartstikke mooi dat Anna dat die speech van Anna, alleen de eerste gedeelte vond ik niet zo leuk. Maar inderdaad, we hebben geen verkering, maar we hebben een vriendschap. Een vriendschap. Dus zij ging naar de Mulo in Amersfoort. En we hebben op elkaar, we gaan samen fietsen en uit school ook samen fietsen. Dat is alles wat ik wil uitleggen. Dankjewel voor alle sprekers. Ik ben nou op zoek naar een derde generatie jongeren, hoe degene het heeft ervaren. Even kijken. Derde is hier. Ja, de derde generatie. Hoi. Hoe heb je dat ervaren vandaag? Ja, dat was heel leuk om mee te maken en ook de verhalen te horen. Het is ja, bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Ja, ook nog. Nee, ik heb niet zulke mooie verhalen als. Nee, een hele geslaagde groep. En toen ik het kamp liep ook, kreeg je wel het gevoel van hoe ze vroeger geleefd hebben. En de vrijheid die ze op dat moment hadden. Ja, dat is wel iets wat ik meeneem, iets uniek. Ja. Dat is het. Applaus, Johan. De kleinste onder ons. Wat vind jij van vandaag, van de wandeling? Ja, ik heb nog half niet meegekregen. Nee, hij is niet meegeweest. Oh, je bent niet meegeweest? Nee. Maar mama wel? Ja, mama wel. Ja, dit was natuurlijk een hele leuke dag in Vochtelo. Je krijgt natuurlijk wel dingen mee van opa en oma. Dus
Ja, dat zijn altijd wel bijzondere verhalen geweest. En als je daar zelf bent, dan heb je altijd zoiets van, ja, wat hebben jullie als ouders, en de ouderen dan, zeg maar, en mijn moeder is daar dan wel geboren, maar wat hebben ze daar allemaal meegemaakt en wat hebben ze allemaal beleefd daar? Alleen, ja, het is jammer dat de ouderen niet meer onder ons zijn, want niet iedereen heeft altijd verhalen meegekregen zoals ik ben opgegroeid, zeg maar, bij opa en oma. Dus dat is altijd wel anders geweest. En wat dat betreft heb ik misschien wel een beetje dezelfde opvoeding als de andere generatie gehad, wat dat betreft. Ja, het is leuk zo samenkomen, verhalen horen van iedereen die dingen heeft meegemaakt daar. En ik hoop dat we dat ook allemaal meenemen en ook allemaal kunnen doorvertellen aan onze kinderen, zeg maar. Ja, dat vind ik ook heel belangrijk om dat mee te geven. Ja, dat was het. Dank u wel, Marta. Mooi gezegd. Applausje maar. Even kijken. Oh, Martin! Hoe heb jij het gevaar? Want de tempo was vanmorgen wel hoog. Even wat vooraf. Puur informatief. Waarom doet dit ding, jongens? Even kijken. Er is een. Ik ben van het AWN, van Archeologievereniging Noord. En er is een studenten van de section college, die heeft dus een, voor de scriptie een onderzoek gedaan, die meneer. Er zijn aerialfoto's gemaakt en dergelijke. Ik heb een scriptie daarvan, van het AWN, niet van de school, van het AWN. Er zijn ook beelden van mij, en volgens mij heeft Andy heeft de cd al, maar dat gaat... Als ik het geweten had, was het hier al verspreid. Dat gaat straks, ik gooi het op een stick, ga ik naar Jos toe. Iedereen, en dat gaat met name vooral van de, die, waar kwamen die gasten nou vandaan? Zandhuizen of Zevenhuizen of zo? Stuifzand, hè? Ja, dat is de eerste club van Stuifzand. Er zijn namen genoemd, de eerste 17 gezinnen. Die staan er allemaal op, ook alle beelden. Nou, ik ga straks naar Jos toe. Jos krijgt een stick en er komt een fotoboek. Die gaan we een fotoboek maken. En de aerial, dat is die scriptie van die studenten. Iedereen die dat wil, die kan dat krijgen. Dat is dus even informatief. En dat geldt ook voor, nou, wij zijn de tweede generatie. De gemiddelde leeftijd is 72 jaar. Dus, ja. Max is de oudste. Dus, maar dit is voor de generatie later. Vandaag was het een heel mooie dag. Wat het kampleven betreft. Ik voel het waardeloos. Dat we daar weg moesten. Ja. Ik hoor een reet met het Nederlands. Ik vond het leuk. Ja, ik was liever weg, maar ik hoop dat van de vierde generatie, nou, ik vond het schitterend. Ik heb helemaal geen trauma van in kamp wonen. Nat dan ook? Mag ik u wat vragen? Ja, zeg maar. Ik ben geen student, hè? Maar mag ik een scriptje over je brein? Nou, ik kan horen dat je geen student bent, want ik heb gezegd van iedereen die belangstelling bij heeft, die kan het krijgen. Hallo, ik kan ook een bewijs staan. Ja? Ik heb alleen maar recht. Maar ik heb ze net mijn lijst gepraat. Ja, maar nee, ja. Dus ik zie jullie pap buiten de tent. Eens kijken. Ze hebben net opgedoken. Mag ik jou vragen wat jij van vandaag vindt? Nou, ten eerste vind ik het vandaag een hele geslaagde dag. En ja, eigenlijk hoorde ik wel van papa verhalen, maar als je daar bent, dan is het eigenlijk heel indrukwekkend. Want je kan het je haast niet voorstellen hoe het was. Want je ziet eigenlijk niks meer over. Maar als je daar zo tussen de tweede generatie liep, je zag ze weer opbloeien en herinneringen binnenkomen. En dan hoor je, als je daar tussen loopt, hoor je mensen praten van nou, zo en zo en dit was daar. En ja, ik kan het me in principe niet voorstellen, maar ik vond het eigenlijk heel indrukwekkend en heel mooi dat we nu ook hier allemaal bij elkaar zijn. En dat er inderdaad werd gesproken over dat, hè, de inzet van de derde en vierde generatie. En
vorig half jaar heb ik echt bloed, zweet en tranen gezet in een documentaire wat ik heb gemaakt. En dat is op de RMS-dag toen vertoond. En dat ging ook echt over de toekomst, over van de Molukkers hier en daar. En om dat nu zo te zien dat ze ja, met z'n allen hier weer zitten, ik dacht dat je weer een stap dichterbij bent in een wijk zelf en dat je dat verder kan ontwikkelen. Ja, dat is mijn documentaire, dat ik ook een stapje dichterbij waar ik een bijdrage heb aangeleverd. En om het zo terug te koppelen, dan nou, vind ik het een hele geslaagde dag. Dankjewel, een applaus. Ja. Ja, ik wou ze eigenlijk graag maar zoveel mogelijk derde generatie jongeren aan het woord hebben, maar die lopen bijna weg. Dus, en dat zijn de jongeren die het straks over moeten nemen. Door weg te lopen, dan daar kom je niet ver mee. Goed. Ja, maar dit is tweede generatie. Derde? Microfoon, Jan? Wil je wat zeggen? Als derde generatie jongeren? Of tweede? Derde. Ik noem me nog jong, hoor. Bij deze, ik wil de organisatie ten eerste eerst bedanken. Ik vind het een hele hartstikke mooie dag. Echt geslaagd. Ik krijg gewoon kippenvel van. Het is hartstikke mooi. En wat ik allemaal beleefd heb in het kamp, nou, heel ondeugend. Ik heb verder wat Lies gemaakt, meegemaakt heb, dat weet ik niet. Is dit, ik was samen met Levi Sapolette. Ja. We zijn met z'n beiden. Levi! Ja. Levi is al weg. Maar verder heb ik niks meegemaakt, alleen kattenkwaad uithalen. Het is anders naar school gaan en denken van, op naar de heide. Of, ja, ik ben ook van huis weggelopen, dat ging er weten. Al kleins af, in de kamp. Ja, dat heb ik allemaal meegemaakt. Verder, het is allemaal een leugel verder. Ik weet het niet goed na vertellen. En Anna kan je nog herinneren toen je boodschappen ging doen. Ja? De corporatie. En toen moest je ook doen, het was een pakje sigaret boven in de tas. Toen heb ik hem weggepikt. Toen ben ik weggelopen. Maar toen heb je vader gevraagd, maar met wie was daar allemaal? Toen was ik met hem, ze mij ook gevraagd, zei ik weet niks. Maar ik heb het ding al lang verstopt. En even begraven. En een paar dagen later ben ik teruggekomen, opgegraven en dan met Philippus opgeroepen. Ja, ja. En je, ik weet toch nog dat je vader dan boos op je was. Hij moet alles. Wat een comedie. Maar verder heb ik, ja. Maar ik vind echt, het leven vind ik prachtig in kamp. Als ik naar school ga en ik zie de kinderen daar lopen. Toen dacht ik, de gedachte weer naar de kamp. Dan spelen we daar, oh hartstikke mooi. Dat is, ja, het is de vrijheid. Het is alleen onze ouders, die hebben het heel zwaar. Ik kan nog herinneren dat mijn vader, die moet platen kopen voor mijn vader, voor mijn moeder. Die moet helemaal naar Groningen fietsen, op de fiets. Ja, hij gaat 's morgens weg en 's avonds moet hij pas terug. Ja, en we gaan naar Schattenberg en zo, dan gaan we gewoon op de fiets. Mijn vader is altijd, ik kan me herinneren, die is altijd vroeg uit bed. Die werkt altijd met de boer. Alleen voor een paar centen. Dus, ja. Maar, wat is er mee? Goed, even kijken hoor. Ik wil even accommodatie, want wij hebben in kamp. Hebben wij een bok, hè? Papoko heeft een bok, dus, maar een bok doet je om te doen, een slee en zat de kambi, ja. Zat de kambi. Een bok, ja. Je hebt toch een geit en een bok, dus het is een mannelijke geit.
kijk dan. Dus, maar Akumatanya, Itu Bok, die beschermen ons heel, maar heel goed. Dus kalau ada di kap, ada laki-laki dorong buang dia met buang stenen daar en toe. Ja, hij wacht totdat hij wat kan doen. Maar ik ben benieuwd welke jongens dat zijn. Max oplopen. En stoppen, hè? En Eddie en allemaal van die generatie. Ik niet, hè? Oh, jij ook? Nee, daar weet je wel. Oh, daar ben ik benieuwd naar. Welke jongens dat zijn van Doros Kapeni. Adikuwim, die bok die trekt hem verder. En dan die jongens, die zagen dat. Dus Doros aan de snee, Doros boem. Dus ja, en daarom die bok die past op die beschermt ons heel goed. En dat ik moet aan je welke jongens dat gedaan hebben. Dus dat van niet, weet ik dat niet. Ja, Joke had over een bok, kambi. Maar de grote kambi heeft een warhoor, hè? Met twee horens. Ja, een warhoor heeft de grote kambi. Dus. Ja, wij zijn ook een beetje qua jongens. Het is wel een warkop, maar geen talie. Pinnenakken, ziet u, dit jongen ziet u. Een warkop niet, toch aan dat pinnenakken. Dat kan men een vrij jalan. Kan. Dat kan. Zulke dingen, weet je. Maar toen dat ik dat voor Nathan, maar dat is Nathan, maar dat kan. Ja, maar Nathan bilang sekarang kambingnya sudah dipotong. Satu kambing, maar die maken sendiri. Die vader, zeg maar, die oom, door het trainen. Voor marcheren rond de wijk, hè? Echt, dat is hartstikke mooi. Dan kan de baris. Ja, Alex wil baris worden, dus baris Alex. En toen herinner op 25 april, dan zijn ze gekleed. Misschien hebben jullie die film, Amerikaanse oorlogsfilm gezien. In de Amerikaanse keki. Keki met stropdas en. En dat was hartstikke geweldig. En dan kan het ook in Den Haag. Dan is van elke woonoord, of wat dan ook. En daar bussen vol en kan ik weer door die veld. Nou jongen, dat mag het mooi. Echt waar. Ik heb het nooit meer zo mee meegemaakt. De laatste tijd in elke buurt toe komt, dan blijf ik een beetje toe. Dus. Nee, zo. Maar dat was het. Hey. Nee, maar net als je was neerlaat, die Scheveningen, dus ik kan pullen in de bus. Pullen in de bus, dan nemen die radio. Ja, 14 politie heeft gewoon. Nathan, hoera! Dat is Nathan hoor. Ja, ja. Dat is nog steeds. Maar, weet je, vroeger kunnen als vader zijn maar drie mensen in de kamp die kunnen een beetje Nederlands. Dat is om Schenkhuizen en om Titoano. En om Ero. De rest morgen om Melayu. Dus kan doen op die teloor doen, op die boer. Door dat dan doen dan boer. Koop een eie. Boer dan wat? Eie. Ook dit en die mara. Kon je niet, kon je niet, kon je niet, kon je niet, kon je niet. En toen gaan we vroeger hebben we van die Zuid-Brazil. Het is veel, op ons aan het dood hoor. Dus dan ben je die, profiterij, hè? Profiterij, dat dan, meneer, ik wil dood. Meneer Jekira, wat je aan een maatje of niet, oh wat erg, ja. Dat dan, wat je bedoelt, nee, voor fles, voor baby, dood. Oh, speen. Ja, ja, stop dit. Alles in. Dari generasi. Terima kasih voor rongol dan organisasi ini. Yang dulu begini. Ik heb het niet meegemaakt van beginnen en orang jalan-jalan. Nog lekker op bed. Maar dat absoluut jalan kan juga berapa puluh tahun. Dus ik hoef het ook niet meer te doen. Kemarin punya om-om, opa-opa, dan papa-papa cerita over
ini gini gini. Madonna cerita over ketemu kurang-kurang aja. Anak-anak yang itu cerita serius. Alas aku ini gini gini. Maka sekarang di kamp kurang ajar loh, anak-anak laki-laki yang betul kurang ajar hotel pun jahat, jahat. Dapat pukul di kaki velvet, dapat pukul dengan koppel, dapat pukul di apa saja orang tua bisa pegang. Itu kenil loh puding ya. Enak saya kata, dulu aku sekarang aku sendiri. Ini doang kepingin dengarkan. Nah, aku bilang Chris, aku dengarkan sekarang. Dulu Om Yose dengan Ronny the Cock jual kneker di kamp. Aku nggak tahu aku mau beli kneker ya. Papa aku ada gunting warna berambut, nggak tahu Om siapa afdzir rambut. Aku mencuri uang dari Piri Natsa. Batis itu kurang ajar, itu berdosa. Aku beli uang dari Piri Natsa, aku beli kneker Om Yose dengan Ronny the Cock. Terus aku beli, aku bilang. Marpapa tuh gunting rambut, pasti lihat itu dulu uang dibungkus ya sampai sekarang dibungkus ini kertas putih lah. Dia ngeliatin loh ini kertas putih. Ya, dia tanya ini uang dari mana aku lihat beli kneker dari Yosi Medita yang ngerti di tok. Yang I kept over so the meter crazy yang udah terlibat itu. Terus, ini tadi dorang, nah, Om Ronny obat, Om Yosi obat. Bicu apa dikrih? Tuh ngalah 55 sen, satu sen aku bayarin double cus lah. Aku udah bayarin. No ya, yeah, that was it. Itu, my rest. No ya, yeah. Di spell aja sih, aku tuh main di kamp. Aku udah lihat di vaksin lain. Saya nggak ada, aku susu isu hilang. Tipe Lolo. Black Spike. Malam-malam jalan-jalan cari cak, iya itu sudah baik kan, cari cak lain cari lain. Sepuluh syukur itu. Maya mau bilang apa? Yang tua-tua ini dong sudah kesusu logo-logo dan nggak bisa lagi. Dona berani cerita kurang-kurang ajar. Kata aku berani cerita aku punya marah cak ini. Itu rahasia, Mar. Kata orang anak yang Om Max tuh kemarin bilang Om Max ini. Dorang tuh generasi kita mesti respektir dorang. Mada kalau dorang lah ya ketorang. Kalau dorang kemun tanya ketorang kita mau cerita apa? Dorang ada beli ini wait. Generasi yang tinggal di Vex ini itu akan ada dari kampi yang masih di Vex ini. Saya ratten. Ratten. Dari itu kita mulai. Anak-anak perempuan respect. Kita mesti respect jaga dorang. Kalau di muka ini, yuk kita sayang ini sayang itu mar. Kalau yang ini, aduh, laki ini, bandit semua. Lihat cuci juga diri dari foto tuh sel. Ini, padahal dulu, eh mari kita pergi pencuri jagung yuk. Cuci, siapa-siapa lah ada diri sini. Lihat aku punya elah. Kalau aku tahu dulu, mau buka rahasia aku tahu banyak. Mau nggak bilang, ada banyak anak-anak sini yang bisa bilang, Max juga aku tahu, anak aku tahu. Marhuf nih. Itu simbah begitu. Kalau punya tight for orang kan, kalau kau bilang, sana ceritakan, madok kan, nanti aku ceritakan. Itu over volunteer emang kali ya. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin baik, kalau baik kita stop saja, jangan sampai. Kita mau jalankan acara terus. We gaan verder programma hervatten. We gaan even wat muziek maken en straks wat kaarten en wat kielen. Voor de... Knappen doen? Mata Jaren! Kom maar menyanyi. Nou, menyanyi dan. Lang zal ze leven. Mata. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Goed, muziek.